Vanmorgen gaan wij een onderwerp aankaarten. We gaan straks bellen met minister Amar Ramadan. Want een kiesboskopu voor een anoniemsma dat er problemen zijn op de NICU-afdeling van het AZP. Ik heb begrepen dat er geen genoeg bedden zijn, zodat een zieke baby's opgenomen kunnen worden. En deze situatie is al een tijdje gaande. Dus de minister gaat aangeven wat de stand van zaken is. Vanuit de techniek heb ik begrepen dat minister Amar Ramadan al ready staat aan de andere kant. Minister Ramadan, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, meneer Iwat. Alles goed met u? Ja hoor, met even onderweg naar kantoor. Ja, goed weekend gehad? Ja, we waren het afgelopen weekend op een werkbezoek in dorp Galibi. Met het team van Volksgezondheid, al waar we dus de faciliteiten hebben bezocht. En ook wat gesprekken gehad hebben met de lokale gemeenschap. Ter verbetering van de dienstverlening. Dus daar zijn we dus gisteren teruggekomen. Ja. En wat waren de directe noden van de Surinamers in het oosten van het land? Ja, dus laat me zeggen, het is opmerkelijk, want het wordt ook gezegd. Dat is, eigenlijk schrok men dat de minister van Volksgezondheid daar in het dorp kwam. Omdat, zoals verwoord door het districtsbestuur, kunnen ze zich niet heugen dat er ooit een attentie is getoond vanuit de leiding van het ministerie van Volksgezondheid. Dus men was erg verheugd. Tweede is, wat daar werd aangehaald gelijk is, al 30 jaren komt er geen arts naar Galibi, al 30 jaar. Dus meneer, wat begrijpt u dat goed op? Laten de mensen horen, want het is vaak worden de zaken die op dit moment spelen, de issues, zodanig gebracht naar buiten toe dat de zaken de afgelopen 4 jaren zijn ontstaan en verergerd, et cetera. Maar daarom dat ik mezelf oriënteer en dingen hoor van mensen. En als je met het traditioneel gezag praat, als je met de lokale gemeenschap praat, met ouderen daar, dan weet je, hoor je ook zelf. Dus 30 jaar al geen arts daar, die daar het dorp bezoekt. Er is wel een polie die er vrij goed uitziet. Er is een dienstwoning die gerehabiliteerd moet worden. We hebben verder gezien dat er Dat de verpleegkundige die daar werkt haar best doet om de mensen te motiveren om gebruik te maken van de medische voorzieningen. Maar los van de medische, dus we hebben een aantal afspraken gemaakt. We zullen kijken om tenminste 1 keer per maand een arts heen te sturen. Dat zal moeten gebeuren uit een van de artsen uit het gebied Marowene. Dus daar zijn we bezig. Er is ook gevraagd naar een transportmiddel voor het vervoeren van patiënten. Dus binnen 1,5 uur varen van Galibi naar Albina. Dus men heeft die behoefte ook aangegeven, medicamentenvoorziening. We hebben ook een hele grote partij medicamenten meegebracht. Dus het dorp is voorzien, maar niet dat er niet was. Er was ook wel, waren ook wel medicamenten, maar het moet meer structureel worden georganiseerd. En het dorp heeft gebruik gemaakt, omdat ik ook vertegenwoordiger ben van de regering, om een aantal andere zaken aan te halen. En de meest belangrijke issue die iedereen daar aanhoudt is elektriciteit, het energievraagstuk. Er is niet genoeg elektriciteit. Rond 11 uur valt alles uit daar. En dan krijg je ook dat het gekoppeld is aan gezond en veilig drinkwater. Dus dan is water ook een issue. En er zijn vrij veel kinderen daar. Dus we hebben dat. We krijgen allemaal vandaag een verslag van ons team. En die gaan we dan doorgeleiden naar de president om dat ook onder de aandacht te brengen. Zodat de desbetreffende ministers ook op de hoogte zijn van de situatie daar. Maar al bij al moet ik zeggen dat het dorp de noden duidelijk heeft aangegeven. En we gaan daar proberen als minister van Volksgezondheid sowieso op mijn gebied. Maar ook de andere zaken door te geleiden naar de ministers die verantwoordelijk zijn voor hun beleidsgebied. Ja, 30 jaar geen arts daar gezien. Dat wil zeggen, sexy-regeringen, minister. Dat betekent dat dus, want had hij hetzelfde verhaal, want had hij waren we ook daar vorige maand langs de Kotika rivier. Dus dat missen we, dus ik heb het ook even genoemd hoor. Kijk, we zijn in de verkiezingstijd, dat ieder gaat komen en ieder gaat langskomen bij de mensen om te zeggen van, nu ga ik het voor je doen, nu doet men het niet goed, nu ga ik het voor je doen. En ik ben blij dat ik geweest ben en ik ben blij dat ik als minister een
een policy heb ontwikkeld dat ik niet alleen vanuit mijn kantoor, maar ik heb heel veel dorpen bezocht, heel veel plekken in Suriname, van oost naar west, van noord naar zuid. Dat kwam al zo moeten tot Apura, overal. En ik ken de problemen en ik ben me bewust van ook de uitdagingen, maar ik werk ook naar de oplossingen. Dus men moet voorzichtig zijn met uitspraken, want de wereld 30 jaar, die betekent dat men niet geïnteresseerd was in laat me zeggen, de basisvoorzieningen die een gemeenschap moet hebben. Het is goed onderwijs, veilig drinkwater en de gezondheidszorg die optimaal is. Ja, dat wil zeggen we voldoen niet aan de standaarden die zijn opgemaakt vanuit WHO. Dat een, in feite elk gebied per 1000 inwoners een arts moet hebben. Nee, laat me dat niet zo hard stellen, zwart-wit. Het is een beetje anders, ook voor remote areas. Dus ook voor gebieden die niet moeilijk bereikbaar zijn, is het een beetje anders. Want ook de medische zending heeft niet overal een arts. Maar we hebben wel een systeem van integrated primary healthcare, waar de gezondheidsassistenten ook het een en ander doen. En laat me zeggen, met de ontwikkeling van digitale communicatie, maar dat was 30 jaar geleden niet zo. Nu kan de verpleegkundige wel met een patiënt die in nood is videocallen bijvoorbeeld met de arts van Albina. En op basis daarvan kunnen er ook besluiten genomen worden. Maar dat is niet altijd verantwoord, laat ik het zo noemen. Je kan het wel doen, maar in bepaalde situaties, kijk, de nodige voorzieningen zijn getroffen. Een zwangere vertrekt daar al op de 8e maand naar een gebied waar er wel bevallingen en opname mogelijk is. Kinderen worden gevaccineerd op Albina, omdat wat ik heb gezien, er was een zonnepanelen-installatie die op dit moment vanwege een blikseminslag is uitgevallen. We hebben gelijk ook zaterdag contact gemaakt met het bedrijf. Dus hopelijk wordt, ik heb zelf met de directeur gesproken, dus hopelijk wordt deze week de kwestie aangepakt, waardoor we ook een betere koelingsfaciliteit hebben en daardoor ook vaccins kunnen bewaren en daar ook kunnen vaccineren. Dus meneer Hiwat, er zijn veel problemen, er zijn veel uitdagingen. En het belangrijke is ook, je moet een structuur hebben. Want een structuur kan voor je onderhouden, kan voor je beheren. En een structuur kan ook op tijd rapporteren. Want als niemand het rapporteert, dan weet je ook niet wat er speelt. Dus het is niet makkelijk. Daar is de RGD eigenlijk verantwoordelijk voor de gezondheidszorg. Dus we hebben de nodige aanbevelingen ook al geformuleerd gisteren. En gaan we dit doorcommuniceren naar de RGD, onze werkarmen, om daar zaken te doen. Maar ik zie ook een samenwerking met de medische zending in het vooruitzicht, voor dit soort gebieden. Ja, maar er komt wel een duurzame oplossing. Er wordt gewerkt aan die oplossing. En we hopen dat, dat binnen afzienbare tijd de mensen in elk geval verlicht zijn. En ik moet wel eerlijk zeggen, dat verraste me wel. De mensen waren heel erg optimistisch en realistisch. Ze verwachten niet dat we daar een arts hebben 24 uur. Ze hebben zelf gezegd, minister, if you can say what that Rawali si wamung ubritikba. Dus je ziet al dat men hunkert eigenlijk naar oplossingen, maar dat men ook bereid is om mee te gaan met de realiteit. Dus dat vond ik zeer prijzenswaardig. En ik heb dit erg positief opgevat. Geweldig. Van Galibi komen we naar Paramaribo. Want ik kreeg gisteren een verontrustende app waarbij in dat bericht is opgetekend dat er geen plek is op de NICU van het academisch ziekenhuis Paramaribo. En men vermoedt ook dat de NICU-afdeling is gesloten. Wat kunt u de samenleving vertellen hierover? Laat me zeggen dat de NICU-afdeling niet gesloten is, meneer Hiwat. Ja. Ik heb de informatie ook geverifieerd. De afdeling heeft een uitdaging met verpleegkundigen. U weet dat dit niet nu speelt. Dit speelt al een paar jaren. Vanwege het wegtrekken van zorgpersoneel naar andere landen. Zeker gespecialiseerd zorgpersoneel. Dan is er steeds uitdaging geweest om het aantal bedden die op de NICU waren, open te houden. U weet, elk bed, daar moet je een aantal verpleegkundigen voor hebben om ze te kunnen openen, om verantwoorde zorg te kunnen leveren. En er zijn situaties geweest die ertoe geleid hebben dat er bedden gesloten zijn.
de afdeling niet. Maar we hebben dus de afgelopen maanden, jaren ook gewerkt aan bijvoorbeeld het waarderen, de herwaardering, dus middels toelagen. Dat was één optie. Tweede optie was om een aantal verpleegkundigen ook te importeren. Dus we hebben ook uit Cuba en Filipijnen verpleegkundigen gehad, dus NICU-verpleegkundigen. NICU, moet u weten, is de enige centrale intensive care voor alle pasgeborenen. En dan heb je de PICU voor de iets grotere kinderen. Die zijn allemaal in het AZP. Dus we hebben getracht om diverse zaken te realiseren. Ook goed equipment, daar is er ook geïnvesteerd door zowel de overheid als de particuliere sector. En we zijn natuurlijk nog steeds bezig om steeds te werken naar opleidingen. Dus er worden ook mensen opgeleid. As we speak zijn er mensen die opgeleid worden. Er zijn zelfs ook al afgeleverd. Een deel daarvan is ook gelijk vertrokken. Ondanks de verschillende toelagen, et cetera, afspraken die we gemaakt hebben, zijn mensen toch vertrokken. Dus dat heb je duidelijk niet in de hand, meneer Hiwat. Ja. Maar we hebben dus afgelopen week ook de berichten gehad vanuit het ziekenhuis, de kinderarts. En we hebben afgelopen vrijdag, hebben we ook op de kantoor van mij een meeting gehad met de directies van AZP, Slans, maar ook de kinderartsen. En we hebben dus de nodige zaken besproken. En er wordt op dit moment gewerkt aan een aantal zaken. Eén is een beetje recruteren van beschikbare gekwalificeerde zorgwerkers. Dus NICU-verpleegkundigen of kinderverpleegkundigen uit de andere ziekenhuizen daar. Om ze te mobiliseren naar AZP. En het tweede is, we werken op dit moment aan een verfijnen van de herwaardering van die specifieke groep. Dus er zijn uitdagingen, meneer Juwad, dat ga ik niet onder de stoel of tafel schuiven. Er is wel een aankondiging gedaan door de afdeling dat zij de opnamecapaciteit moeten gaan verlagen, omdat zij gewoon geen handen hebben aan het bed. Dus dat is de realiteit. En we proberen, we hopen dat vandaag krijg ik nog een verdere follow-up van dat gesprek. Maar we hopen dat we dus een aantal voorwaarden please kunnen hebben, zodat de kinderartsen weer wat bedden kunnen openen. Ja, ja. Dus kortom, het probleem is het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Het tekort vanwege het verhoogd aantal zorgwerkers welke vertrekt. Dus, dus ik heb die vier inspanningen genoemd die we constant plegen, maar niet wat. Het is een proces. Herwaardering, opleiden, importeren, drie dingen. Dat doen we constant. Ondanks deze zaken merk je dat het vertrek toch groter is dan de instroom. Dus je krijgt sowieso op termijn een tekort. En je kan niet zo makkelijk ook andere grote landen hebben uitdagingen voor wat betreft gespecialiseerde IC-verpleegkundigen. Het is niet een algemene opleiding. Het is een opleiding waar dus de verpleegkundige nog een aantal jaren of maanden extra opgeleid moet worden om die tools en die skills te ontwikkelen om die intensieve zorg te verlenen. Ja. Dus wij begrijpen het probleem helemaal. Er zijn ook al wat oplossingsvoorstellen in beeld gebracht. Dus dat is het. We zijn bezig. Hopelijk krijg ik vandaag dus de update. We hebben het verzoek gedaan bijvoorbeeld aan het Slans Hospitaal. Die schijnt dus een aantal verpleegkundigen te hebben die ook al in het AZP in een aantal maanden terug ook hebben geholpen. Ook stage hebben gelopen. En er bestaat een relatie tussen LH en AZ dus op dat gebied. Dus we hebben gevraagd om in het weekend kijken en centraliseren met de mensen die we kunnen mobiliseren naar AZP. Want hoe meer verpleegkundigen je op dit moment kan toevoegen aan het team van de kinderartsen van AZP, hoe meer bedden je kan openen. Ja. En dat is dus de vraag geweest van de kinderartsen. Dus daar hoop ik vandaag de feedback te krijgen. En het tweede is, de mensen krijgen al een toelage. U weet dat er ook een zaak speelt rondom die toelagen ja. op dit moment. Daar kan ik ook een korte toelichting geven als u me de ruimte geeft. Ja. Want as we speak hebben de bonden ons geïnformeerd dat er zij in vergadering zullen blijven totdat de eisen ingehuldigd zijn. En op dit moment, ik ben nu op kantoor, ik zie een ALV gaande bij het Slans Hospitaal. Dus ik verwacht ook daar onrust. Maar ik kan dat uitleggen wat wij gaan doen. Maar as we speak, dan zijn we ook dus bezig om
te kijken naar die huidige toelagen die we geven aan, die we toekennen aan het zorgpersoneel, om voor een aantal groepen binnen die groep van werkers nog een en ander op te toppen, ofwel te verfijnen. Dus daar denken wij en hopen wij dat we daarmee ook die beschikbare, dus die nog beschikbare verpleegkundigen extra incentive kunnen geven, zodat zij nog verder gemotiveerd kunnen zijn om te blijven. Want dat is een groep. Een groep wil niet weg, een groep wil blijven, maar er is het verzoek ook geuit een beetje van, doe wat eraan, zodat ik dan nog verder gemotiveerd kan zijn. Want de druk wordt alleen maar zwaarder met minder verpleegkundigen. Dus je wilt geen burn-out hebben, je wilt geen uitvallers hebben binnen dat team. Dus we gaan proberen, geld is niet alles, maar het is wel veel. Dus we gaan, het betekent wel veel, dus we gaan proberen daaraan te werken. Minister, bedankt voor deze korte uitleg en succes met het werk. Ja, ik wil toch wel even nog, want u hebt daar geen vraag voor gesteld. Ja, met betrekking tot de impasse tussen u en het collectief van bonden. Ja, laat me aangeven, meneer Hiwat, dat ik ben zeer, ik zal niet zeggen teleurgesteld, maar ik ben enorm verbaasd dat de bonden de eis voor de maand juli uitbetalen van toelagen hard stellen. We hebben dat vorig jaar ook niet toegekend en dat was gecommuniceerd, dat was ook begrepen. Er was hier en daar wat protest, maar je moet het weten dat de overbruggingstoelage, zoals die genoemd wordt, een vergelijkbare toelage is als de koopkrachtversterking die door de overheid en ambtenaren wordt gegeven. En in die afspraak, in het besluit van de regering, wordt de koopkrachtversterking niet toegekend in de maand juli vanwege het uitbetalen van de vakantiegelden. Dat hebben wij ook gecommuniceerd met het zorgveld dit jaar weer. Vorig jaar hebben we het ook zo gedaan. En dit jaar is dat niet geaccepteerd, deze boodschap. En eist men dat de maand juli ook betaald moet worden. Los van het feit dat één, ik niet geen grondslag heb om het te betalen, omdat het gekoppeld is aan die koopkrachtversterking, is er twee, ook geen begrotingsruimte. En drie, ik kan niet als minister van Volksgezondheid tegen een besluit van de regering, wat overeengekomen is met de vakbeweging, ingaan, want dan creëer ik problemen voor mijn eigen regering. Dus we hebben aangegeven, we hebben donderdag een gesprek gehad, we hebben meerdere keren gecommuniceerd via schrijven. Donderdag heb ik het team van de vakbonden uitgenodigd, men is geweest. De voorzitter van AZP heeft zich van zijn zeer slechte tijden laten zien door te midden van het overleg op te staan en weg te lopen. We hebben dan daarna gezien dat er een ontwikkeling is geweest van een ALV met dergelijke. En men heeft mij gisteren geïnformeerd dat die kunnenhuisbonden, een aantal van ze dus, in vergadering bijeen zullen komen. Totdat de eisen ze even willen. Dat betekent, men gaat dus niet werken. Dus het is geen staking, maar men gaat onder de noemer van in vergadering bijeenkomen de werkzaamheden dus niet verrichten. En dat gaan we niet accepteren, meneer Hiwat. Ja. Dus wij gaan de nodige stappen ondernemen. En er loopt al een rechtszaak, dat was vorig jaar al, een comparitie, waarbij de rechter ook partijen had opgeroepen om te blijven praten. Dat hebben we ook gedaan. Er was een eis van een extra maand vorig jaar, er was een eis van de ingangsdatum, wie weet dat ook. En daar zouden de partijen dus volgende week bij elkaar komen. Maar goed, het is anders nu. Dus we gaan, we hebben alle instructies al gegeven aan onze deskundigen om te adviseren wat we moeten doen in deze. Want we mogen absoluut niet toestaan dat zonder enige vorm van dispensaties te verlenen aan de diensten in de zorg men in vergadering bijeenkomt. Dan zoek je eigenlijk alleen maar problemen. En we willen ook niet de samenleving hiervan de dupe wordt. Dus u mag erop rekenen dat er heel gauw een acties ondernomen worden tegen deze vorm van protesteren. En dat iedereen mag protesteren, maar we moeten wel redelijk, realistisch en eerlijk blijven. Want ik heb alle documentatie waarbij we duidelijk zien dat de eis van de bond op dit moment ongegrond is. En men kan dus die claim niet beargumenteren verder. Dus dat is de update die ik op dit moment heb. Hartelijk dank, minister, en nogmaals succes met uw werk. Ja, prima, meneer. Yes. Dank u wel.